jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag is het weer zover. Oh, we gaan weer cursussen verkopen. Nee. Want ik hou niet van mensen scammen. Hij gaat hier supergoed op. Nee. Ik heb deze gozer voorbij zien komen en ik wist gelijk. Ik wist gelijk dat dit is er weer heen. Echt, wat we deze video allemaal gaan meemaken, dat is niet normaal. Vind je het leuk? Dat zeker een duim omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. Hartstikke gezellig. We gaan vandaag reageren op Mees Wijnands. En ik hou heel erg van eerste letters omdraaien. Dus zeg maar Hooitboek en zo. Maar als ik dat bij hem doe, dan wordt het Wees Mijnand. Dan lijkt het als een soort van kind van de Meilandjes, maar dan die afgestoten is. Dus dat gaan we niet doen. Goed, Wees Mijnands. Jullie kennen hem misschien allemaal van dit soort TikToks. Ja, ik wil wat anders zeggen, maar TikToks. Hey pap, mag ik 3 euro hebben? Prima hoor, jongen, alsjeblieft. En nu komt mijn lievelingsgedeelte. Sorry pap, maar ik heb toch iets meer nodig. Mag ik nog een extra 7 euro alsjeblieft? Ja, prima joh. Alsjeblieft. Zag je wat hij deed? Ik vroeg eerst om een klein bedrag en daarna om een groter bedrag. En daardoor is de kans veel groter dat dit uiteindelijk ja zegt tegen 10 euro. Hé, dat hoort. Big jongen. Boys. Even serieus. Wat voor fucking content zit er op TikTok allemaal, man? Kijken jullie hiernaar? Gewoon oprecht een vraagje. Kijken jullie hiernaar? Boys, jullie zijn sowieso veel vreder dan... Jullie zijn sowieso veel vreder dan de gemiddelde persoon. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik begin gewoon oprecht... te realiseren dat de gemiddelde consument op TikTok gewoon echt teringdom is, man. Met alle respect. Maar de gemiddelde consument op TikTok is gewoon echt teringdom. Wauw. Het spijt me, man, jongens. Maar hoe kan zo'n TikTok fucking 50.000 likes hebben, maat? Hoe? What the fuck? Neem het niet persoonlijk, hè. Neem het niet persoonlijk. Euro van je maar, vader, kom maar. 7 euro. Want dan krijg je 10 euro. Als je meteen 10 euro zegt, zegt hij nee. Lijkt mij logisch. Lijkt mij ook iets wat totaal nog nooit gebeurd is, dit. Hoe ben jij zo slim geworden? Nou, ik volg Mees Wijnands op TikTok. Nou, dat is dus een beetje, ik volg me eens, heel veel mensen, ik volg dit en dat op TikTok. Ik weet niet of hij dat verzonnen heeft. Zo wel. Nou, dan vind ik dat hij dat best leuk gedaan heeft. Dat is best wel iets wat veel mensen doen nu. En als hij het verzonnen heeft, is dat heel leuk. Hey, download TikTok, kijk naar mensen hun content, lach ze uit. Wat? Ben je niet zo bij je hoofd, maf Kees? Wat ga je nu doen dan? Wie is gewonnen waarmee ik online geld kan verdienen? Oh nee. Ik dacht nog op een gegeven moment ging het fout, maar het is hier al fout gegaan. Als je iets van de Noordwest hebt... Dan wil je dit horen. Nou. Hi Northface, mijn jas heeft een scheur. Ja. Ik wil hem graag gratis laten vervangen. Zo, dat is een flinke scheur, ja. Heb je de bon nog? Nee. Oh. En die heb ik ook niet nodig. Nee, heb je dit niet nodig. Dit zou moeten vallen onder jullie levenslange garantie. Ik heb ook die Northface jas samen met Gucci. Zou dat ook tellen? Is het waar? Is het waar? Slim man. Hoe weet je dat eigenlijk? Nou, ik volg Mees Wijnands. Op Instagram? Is het dat zo? What the f***. Maar in ieder geval, dit soort filmpjes, nou ja, kijk, best leuk. Eigen soort filmpjes, een beetje handige tips en dingen. En dan denk je van, dat is leuk, dat is geinig, dat is leuk, daar moeten we wel mee doen. Nou, vanaf toen ging het helemaal bergaf en dan weet je het alweer. Ja, zie je, weet het alweer. Miljonair worden is niet moeilijk. Je hoeft maar 150 euro per maand te investeren in iets wat 10% per jaar stijgt. Doe dit... Miljonair worden is niet moeilijk. Je hoeft maar 150 euro per maand te investeren in iets wat 10% per jaar stijgt. Doe dit 40 jaar, je hebt 1,2 miljoen. Maar wat moet je dan met het geld op je 60 vragen? Dat aan je opa of hij graag bij had gehad. Nou, mijn opa's zijn dood, dus ik kan het ze niet vragen. Maar ik denk dat er niemand is die kan vragen van... heb jij graag 1,2 miljoen erbij? Dat hij zegt, nee, tuurlijk, iedereen wil dat er toch bij. Doe dat voor domme iets. Jongen. Per maand te investeren in iets wat 10% per jaar stijgt. Er is niets wat 10% per jaar stijgt. Dat bestaat niet. Want als dat zou bestaan... Zou ja, maar TikTok, kijk, TikTok is misschien wel gaaf, maar het is wel de motion, bro. Wat je met zekerheid kan zeggen. TikTok is wel de motion. Dat stijgt. TikTok moet je niet onderschatten, bro. Geloof me. Moeilijk. Zet 500.000 euro op rood. Ja, het kan dat je het goed hebt, maar het kan ook heel goed niet. En dan werkt het niet. Dus dit is een tip. Nou, en je weet waar het heen gaat van iemand die normale film... Nou, normaal, dat heb ik ook niet. Die filmpjes maakt naar dit soort filmpjes. Dan weet je waar het naartoe gaat. Ja hoor. Hij verkoopt bol.com. Tips en tricks. Deze gasten zeggen oprecht allemaal hetzelfde. Ik weet ook zeker dat ze anders hebben. Hij heeft 146 doezoe op TikTok. Boys. Nee man. Chat. Dat kan niet toch. 150k? Waar gaat het mis jongens? Waar gaat het mis? Dezelfde cursus. Gaat het is mis? Dezelfde cursus. Hier kan ik trouwens echt slecht tegen. Ik zie hier staan, worden samen rijk. 147k. Ik rijker worden, dat is Mees. En Mees geeft echt geen f*** om of jij ook rijk wordt of niet. En stel hij zou echt zoveel geld verdienen. Hij heeft nog echt ook, ik dacht jullie waren op campings waarom of zo, man. Zou hij dan ooit vertellen aan andere mensen? Wil hij veel meer concurrentie krijgen en niet meer ermee verdienen? Dat slaat
helemaal nergens op. Oh, mensen, denk nou met jullie hersenon. Denk met die hersenon. Ja, ik merk het. Dan weet je ook weer welke kant op gaat. Zou hij fan zijn van Andrew Tate? Andrew Tate is die kale gast die echt fucking veel fans had. En die dan de hele rare dingen mixte met wat minder rare dingen zeggen. En sommige dingen denk je van, oh, dat heeft wel gelijk. En daarna zei hij weer iets dat je dacht van... Jullie weten allemaal wie hij is. En hij is nu opgepakt voor en verdacht van verkrachting en weet ik het allemaal. Nou ja, dat is nog niet bewezen, dus dat weten we allemaal niet. Maar het ziet er niet goed uit. Het systeem is ontworpen om jou te laten falen. Het is gewoon al die gasten. Ik maak gewoon dezelfde video als dat ik van die Gerlanco maakte. Het is gewoon exact dezelfde video. Het is een grote filmpje. Het systeem is ontworpen om jou te laten falen. Oh, je kan miljonair worden en al cursussen verkopen en de Matrix. Zitten er veel van dit soort mensen op TikTok? Gewoon, zie je veel van dit soort lui? Ik kan mijn huur niet betalen, mijn energiekosten zijn door het dak en ik heb een studieschuld van 50k. Oh. Ja? Helemaal doorheen. Ja, dat is ook niet zo gek. Het hele systeem is gemaakt om jou te laten falen. Dat was de bedoeling. Hé, hey, Max! Wacht even, jongens. Max met de 20 euro donatie. Laat je horen voor Noorwegen. Hey boys, Max en ik, wij gaan binnenkort naar Noorwegen. We gaan keiharde vlogs maken, man. Let's go! Let's go, Max! Let's go, maatje. Normaal. Ga knallen. Ja, je moet geld sparen, terwijl zij het kunnen printen. Let's go, Max. Om überhaupt te beginnen in de maatschappij, ik heb er zin in, man. Studieschuld nemen van 50.000. We gaan het vloggen, ja, man. Heel misschien een baan die bij de studie past. Vervolgens moet je een schuld van 4 ton nemen voor een huis. Ja. En dat bekostigen met een salaris van 21. Ga je nooit krijgen met 2100 euro, maat. Als je een huis van 4 ton hebt met 21 euro per maand. Kan ik je nu al vertellen. En tot slot wordt er op je hart gedrukt dat investeren gevaarlijk en risicovol is. Dat is het ook. Het is, nou, gevaarlijk is een raar woord, maar het is wel risicovol. Dat is ook de waarheid. Maximus, Stanley. Dat is mijn hand, want die heeft een investering waar die 10% dit weekend, man. Pakt, geen risico. En nou ja, miljonair. En jouw opa, ja, die had het graag gewild, hè, maar die heeft het niet. Nee, nee. Omgekeerde wereld. Hè? Inderdaad. Het is normaal om jezelf in de schuld te steken, om je duur volledig aan bier uit te geven. Maar als je dan wil investeren, wordt het je afgeraden. Ja. Terwijl, als ik er troep van koop, dan is het weg. Maar als ik ga investeren, dan kan ik juist een vermogen opbouwen, toch? Ja, natuurlijk. En zelf met iemand als Warren Buffett zegt dat investeren in indexfondsen het allerbeste is wat een normaal iemand, zoals jij en ik, kan doen. Maar op school leren ze je alleen maar dat je geld moet sparen, wat helemaal niks waard is. En leren ze je niks over investeren. En daarom volg ik Mees Wijnands. Ja. Wat heeft het systeem is ontworpen om je te laten falen? Zeg gewoon eerlijk, ik begrijp die TikTok niet eens, man. Je kan ook investeren en wel gewoon het systeem... Ik begrijp die shit oprecht gewoon niet, man. Ik snap geen van deze gast. Kijk, hij complete bullshit praat. Het is niet dat hij complete bullshit praat. Hij heeft... Er worden wel bepaalde punten gemaakt, maar kom op. Tate en die andere Tate opgepakt. En hij heeft een reactie. Dus Andrew en Tristan Tate zijn deze morgen aangehouden voor schijnbaar onzin. Volgens hem is het dus al sowieso onzin. Kijk, ik ben het ermee eens dat als iemand wordt aangehouden, je niet per se kan zeggen van hij heeft het gedaan. Maar het is ook niet per se onzin. Aangehouden voor verdenking van verkrachting. 3000 likes. Human trafficking, dus mensenhandel. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal gewoon nep. Dat staat helemaal nergens. Op, dat is gewoon kan je dan ook wel weer niet zeggen. Maar... Is ook helemaal geen bewijs. Hij is echt de allergrootste rimmer van die gasten ooit. En die kent die fan. Die kent deze niet eens. Maar dit is... Nou, dit is niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n zieke fanboy gezien. Hij heeft twee moordige pleetjes op camera. Bla bla bla. Is niet gemaakt. Die camera is gemaakt op het systeem. Wat denk je daarvan? Waarschijnlijk worden ze ook gewoon heel snel erbij. OM legt beslag op 3,6 miljoen euro aan spullen van Andrew Tate. Dat is wel raar, want hij was al lang vrij, toch? Hij werd eind december opgepakt. Dit weekend diverse luxe auto-horloge en stapels geld in verschillende valuta van artikelen geconfiskeerd. Hij ontkent alle beschuldigingen en voelde rechter. Dinsdag of vrijdag ging daar niet in mee. Hij zit dus nog steeds vast. Al bijna iets minder dan een maand. Wat raar is, want... Ja, maar mensen nemen het echt. Van Mees Wijnands, die zei dat het sowieso onzin was. Hij toch heel snel vrij zou komen. Dus, ze nemen het allemaal te serieus, man. Joram zegt. Ze nemen het allemaal te serieus. Het ergste was dus, dat dit is... De Matrix is gewoon echt. Dit is het bewijs ervan. Deze man zei in elke podcast hiervoor van... Nou, let op, als ik dingen ga zeggen die zij niet leuk vinden... dan ga ik een keer opgepakt worden. Mees, dus kijk. Wat NZ heeft gedaan, wat zou kunnen... Ik weet niet of die vent schuldig is. Maar wat hij dus heeft gedaan... Hij heeft allemaal podcasts en hij weet dat hij allemaal slechte dingen... Boys, hij, dat weet gewoon hij. Even oprecht een vraagje. Hè? Wat vinden jullie van de Top G? Gewoon een vraagje. Ik ben benieuwd. Wat vinden jullie ervan? En zijn situatie.
mensen handel doet. Stel, dat zou ze zijn. Hij weet dat hij mensen handel doet. Hij weet dat hij mensen heeft verkracht. Gaat hij in elke podcast zeggen van, ja, ik zeg gekke dingen. Dus gaan ze hem zeker oppakken. Gaan ze hem zeker oppakken. Ja, soldaat. Nu wordt hij opgepakt voor dingen die hij misschien wel gedaan heeft. Hij is slim. Dit soort enorme ballenlinkers gaan zeggen. Ja, nee, heeft hij al gezegd. Hij heeft al gezegd dat hij opgepakt wordt. Hij heeft al gezegd. Hetzelfde als dat Hitler wilde doen, net voordat hij zelfmoord ging plegen van, ja, en dan gaat ze ook in alle boeken gaan staan dat ik allemaal mensen heb vermoord en mensen heb laten vermoorden. Ja, maar als het in de boeken staat, ik zeg het nu. Hij is wel een topmarketeer, zeker. Ik zeg nu dat hij heel intelligent. Dat sowieso. Deze gast is zeer wel bespraakt. Dat is echt zeer wel bespraakt. Even pauze. Zijn we weer? Oké. Oh mijn god, we zijn op 1/3 van dit filmpje. Halleluja. Twee levens verspeeld en een derde leven vermoord worden. Het derde leven vermoord worden, jongens. Derde leven vermoord worden. Maar stel, je gelooft iemand zo erg. Je bent zo fan dat je gewoon alles gelooft wat hij zegt. Dat is echt gevaarlijk. Als je het nou nog niet ziet, alles is nep. Pensioen is nep, belasting is nep, nieuws is nep, media is nep, alles. Maar ja. Oké. Alles is nep. Je hele bestaan is nep. Zo, die komt wel even binnen, mensen. Wat doe je aan? Vrij wijn. Midlife crisis en shit. Alles wat we hebben gedaan is nep. Dit is mijn plan om dat te gaan doen. You and me. We are fake, boys. Als jij van iemand afhankelijk bent, ben je de lul. Niet alles uitgeven aan Louis tassen en onzin en zo, maar zorg ervoor dat je dat geld houdt. Koop er vastgoed mee, koop er bedrijven mee, koop er aandelen mee. Ik ben ook nep. Koop gewoon shit ermee. Maar dingen die ze waarde behouden. Precies wat ik eigenlijk altijd zeg van, ja, verdien geld online, investeer het. Dat zeg ik eigenlijk al 2 jaar, maar gewoon puur voor TikTok. En nu blijkt ook nog eens dat dat gewoon dus een goed doel is eigenlijk. Dus ik ga... Een goed doel? Hè? Oh, verdien geld online, investeren, dat is een goed doel. Ga lekker mee door, totdat elk van jullie gewoon inschrijft voor die fucking business mind cursus via de link in bio. En dat elk... Nu komt de aap uit de mouw. Oké, dus dit was gewoon opbouwend. Maar, boys, jullie moeten wel allemaal even mijn cursus halen, man. Want dat is voor het goede doel. Aha! Deze man is stout. Oké. Typisch cursus van gaan we doen, of niet, Chris? Gaan we doen. Deze man is stout. Cursus. Ja, man. Lekker, man. Dit is ook triest. Ik had dus nog een paar andere video's gevonden. Maar die heeft hij verwijderd. Dit was een soort video waar van die stuk... Hoe is het met je, Chris? Dat hij 8 keer op vakantie ging per jaar. Nou, fucking vet. En dat hij een nieuwe auto heeft gekocht. Fucking vet. Over die auto gesproken trouwens. Er wordt soms een beetje gehaafd van zonder op en het regent in een sloopauto zitten. En dan zulke teksten. Triest. Sloopauto. En dan filmt hij zijn BMW 440i. Nee, dat is geen sloopauto. Nee, joh. Nee, dat is geen sloopauto. Maar stel, je hebt dus een cursus gekocht bij deze gast. Is hij dit? Hij rijdt na 2 maanden zijn auto in de sloot. Kijk, ik heb even opgezocht. Niemand rijdt bij het ongeval gewond. Anders zou ik niet lachen. Het bergingsbedrijf zat uit watertaken omdat de auto met draaiende motor het water is gegaan. En volgens mij met elektronica. Wauw. Oh, jongen. De Matrix. Nee, man. Ik heb deze video niet gekeken. Het systeem heeft zo die auto in de sloot gereden. Dat is toch niet normaal? Kijk, ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet alleen dat dit zijn auto is. En dat betekent een paar dingen. Ten eerste, meen wij aan denken dat. Hoe krijg je dat voor elkaar? Karman, bro! Gekocht. Yeah. En ten tweede, hij kan absoluut niet rijden. Oh, nee, dat blijkt. Man, dit is echt zonde. Kijk, er zijn nu ook een paar dingen die hij kan zeggen. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar 1 is de standaard. Ja, vriend van mijn wow, man. Dat niet. 2, hij heeft hem alweer verzekerd en hij had het geld snel. Nee, is niet nep. Maar hij zei net voor alles is nep. Zeker als hij al het geld terugbetaald. Of 3, hij kan gewoon echt totaal niet rijden. Koop geen auto met achterwielaandrijving als je niet kan rijden. Ja, jullie hebben gelijk. We staan hier bij de BMW dealer en ik ga vandaag zijn auto ophalen. Dit was 3 maanden geleden. Die arme auto. Stel. Wow. Nou, het is beter voor die auto. Ik denk dat die auto liever in het water ligt dan dat Mees Wijnands in hem zit. Nee, maar zonder grappen, dit is wel oprecht heel kut vol natuurlijk. Dat meen ik serieus. Als in, nu denken jullie, hij gaat lachen. Maar nee, dit is oprecht natuurlijk. Nee, even zonder dolle nu. Stel, je komt naar Koen is echt een stoute man, joh. Deze man is echt stout. Ik heel graag dat ik het zielig vind. Deze man is wel echt stout. Hij heeft veel geld aan uitgeven. Maar het is allemaal geld van mensen die graag rijk willen worden van bol.com. En dan... Ja, dan is dat gewoon... Hij is echt stout. Maar alsnog is het wel lullig dat je auto in het water is. Hij is echt maar stout. Waarschijnlijk heb je het wel zelf gedaan. Dus, dan is het karma. Zou dat dan zijn, denk je? Ik weet niet. Ja, moet wel. Het is hem anders. Moet sneren. Oh, dit is die Jalla waar hij die podcast mee heeft. Dit is nog een grotere Jalla dan deze Wijnands, vind ik. Maar ik heb gewoon geen eens zin om over hem een video te maken. Ik heb er gewoon... Bro! Niet lachen, John, niet lachen. Echt helemaal geen zin in. Gewoon kijk, nou, dit is al ultieme Jalla waar ik in zit te kijken. Anybody want to know what I would do if I didn't win?
I guess we'll never know. Rustig ademhalen. Yeah. Oei, oei, oei. Dit was echt een prachtige compilatie. Ja, mensen zitten in de BMW 44i. Nou, een mooie bak, 44i, echt netjes. Echt heel mooi. Gaat ook nog een beetje rijden, want dan kunnen we even zien hoe die rijdt. Dit is precies hetzelfde kenteken, hè, voor de mensen die denken van, dit klopt niet. Dat is echt wel waar. Ik was daar 20 minuten lang. Ik kan hier ook echt goed mee driften en zo, man. Dan wil ik ook... Drift in de sloot ingegaan, of ik niet? Ik moet ook dit stukje aan, ik was aan het doorspoelen. Oh, de magie van het internet is nog zo mooi. Gangs of Paradise, kom er maar in! Zo, ik kan hier ook echt goed mee driften en zo. Maar ik wil het ook nog even proberen. Je kan zo heerlijk driften met dit ding. Je kan zo heerlijk driften. Zie je? Ik weet echt nu gelijk waarom zijn auto in de sloot is. Ik zie echt gelijk waarom zijn auto in de sloot is. Ik zie het. Het is de eerste auto en je hebt hem 3 maanden. En hij is gaan driften, want hij zegt ik kan lekker driften. Als je dan geen autocontrole hebt, koop dan geen auto met pk's. Ja, maar je merkt wel, kijk, weet je wat? De Scooter is ook wel gewoon echt... Wat er van komt en je wil dat niet. Hij pakt je gewoon, snap je? Koen pakt je gewoon echt op alles wat je zegt. Ja, bijna gewoon... Dat je zou bijna gewoon, ja, je moet altijd gewoon een beetje opletten met wat je zegt, man. Mensen pakken je sowieso. Je ziet echt zo waarom hij de sloot in is gereden. Al had ik het video gezien en niet dat hij nog in de sloot was gereden, had ik zeker gezegd, deze gast gaat sowieso zijn auto in de sloot rijden. Had ik echt gezegd... Ja, hij is slim. Hij is slim. Tuurlijk, hij is slim. Hij doet sowieso gewoon zijn huiswerk. Tuurlijk. Dat zie je. Zo, je hebt veel minder controle op je Audi, hè? Zo, ik voel het ook aan alles. Dat ging niet al. Zo, je hebt veel minder controle. Je ziet hem al kijken van, oh fuck, ik heb helemaal geen controle. Holy shit. Kijk die visie. No way. Hier gaat echt rijden, je rijkutsten. Dit is echt rijden. Dit is echt rijden. Nou. Zo. Goed. Dat is van nul gif, gewoon nul. Moments before disaster. Ik vind het heerlijk om met deze auto dadelijk naar Zwitserland te rijden. En dan over de voerkapas en dan zet je hem in zijn sport. Oh. En dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Oh. Ja. Kijk, ja. Het is echt jammer dat hij zo... dat hij, zeg maar, wel gewoon echt een hele rare sukkel is. Maar dit is wel zielig, vind ik, dat hij dit zo zegt. Ik was eergisteren dus bij YouTube-gala in het Amsterdam in Tuschino. Dat was ik ook. Ah, toen had hij hem nog zo te zien. Jongen, als ik in de garage sta daar bij het YouTube-gala en ik loop daar en ik zie daar... Ik ben daar nooit naartoe geweest, man, YouTube-gala. De BMW 440. Wat zijn de requirements eigenlijk? Ik weet niet, man, Chris. Dan denk ik... Wat zou je eigenlijk moeten doen om naar zo'n YouTube-gala te gaan? Hey, ik zit er recht. Ah, ik word er wel deftig. Iedereen. Bankzitters, Stuk TV. Hey. Mart Hoogkamer, Fleming... Dutch Performante, de hele mikmak was daar. Ja. Zo, het is een hele felle zon, jongens. Schijf onbeleefd zijn en mijn zonnebril opzetten. Sam? Oké, de hele mikmak was daar. En ik ook. Waarom de fuck was ik daar? Ik heb 3000 abonnees. Bitcoin gaan pushen naar de 25 dan maybe, snipper. Duidelijk waarom. Omdat YouTube mij nodig heeft. Denk het verdiend, denk het. YouTube heeft mij nodig. Ik maak video's op TikTok en Instagram en zo, maar YouTube wil dat overnemen. Dus daarom was ik daar, denk ik. Maar goed. Wat de boodschap is... Stel, je bent zo vol van jezelf. Holy shit, YouTube heeft mij nodig. Laat me nog eens kijken. Hij haalt 12k, 15k, 80k, 50k op een TikTok. Ik kan een TikTok maken waarin ik poep zeg en ik haal meer. En dat heb ik natuurlijk wel al bereikt. Op zich is dat wel logisch. Maar hoe heeft YouTube jou nodig? YouTube heeft jou helemaal niet nodig. Liever niet zelfs. Nee, liever absoluut niet. YouTube, waarom heb je hem uitgenodigd? Holy shit, volgend jaar niet of ik kom zelf niet. What the fuck? Is dat ik dan heb overgenomen met mijn video's. Maar ik kom zelf niet, what the fuck? Altijd iets hebben om over te nemen. Ik... Het lijkt misschien heel suf, maar... Nog niet gedaan, Majompo. Nog niet gedaan. Het boeit me echt geen reet hoe je gratis AirPods krijgt. Of hoe je... nou, goedkopere vluchten vinden is wel leuk. Maar hoe je fucking Levi's klantenservice werkt. Boeien. Boeien. Alsjeblieft, begin met online geld verdienen. Doe het gewoon. Kom in die sfeer. Ga motivational video's kijken. Begin met ondernemen en dan staat er weer... Ja, en dit vind ik misschien wel het allerergste, mensen. En dat meen ik serieus. De overheid heeft dus het stapbudget en het stapbudget... Nee, man, helemaal niet, man, Kis. Ik heb vorige week heb ik voor de eerste keer samen met Jade gereageerd op content. En deze gasten en maken dan gewoon, een cursus, 1000 euro, want het stapbudget is 1000 euro. Hoe verder met je, man, Kis? Je kan het gratis aanvragen, die 1000 euro, en dat kan je dan deze cursus mee kopen. En dan krijg je dus echt een tyfus cursus voor 1000 euro. Maar ja, het kost je niks, want je hebt het stapbudget. Besef, dat stapbudget, die 1000 euro, daar betalen wij voor. Daar betaalt iedereen voor. Ik heb die...
de auto van Mees Wijnands betaald. Wat een kutzooi zeg. Ik heb zijn auto betaald. Holy shit. Dat is toch verschrikkelijk. Let's go man. Ik belasting betaald. Let's go man chat. Jongens, welkom allemaal bij de stream. Maar binnenkort, Jade komt er ook weer aan. Die zo dom. Niet vandaag, maar je weet toch. Jade komt eraan. Als ik een cursus doe, denk ik oprecht dat ik in een week 1 miljoen kan verdienen. Jongens, like en abonneer natuurlijk. Als je die nog niet... En dat wil je toch juist niet. De enige reden, als je wil dat andere mensen weten wat je doet, is als je er toch geen geld mee verdient. Anders ga je het niet vertellen. En je kan niet zeggen dat hij zegt, samen worden we rijk. En dan wel zeggen van, ja, ik neem niet. Maar ja, kijk. Weet je wat het ook is, boys? En dat is gewoon iets... Ja, zeker man, Chris. Zeker man. Kijk, weet je wat het ook gewoon is, jongens? En die jongens die zijn ook niet helemaal dom natuurlijk. Maar iedereen... Kijk, geld, dat is gewoon een gevoelige snaar. Iedereen heeft een... is gevoelig voor geld. Snap je? Dat is ook gewoon iets waar mensen gemakkelijk op te pakken zijn. Snap je? Dus als je gewoon mensen hebt die niet al te kritisch nadenken... Nee, en weet ik veel wat, en gewoon geloven nee, in de dingen die worden verteld. Bro, dan, dat zijn makkelijke slachtoffers, man. Wat op zich niet erg is, maar zeg dan niet, samen worden we rijk. Yeah. Geld triggert iedereen. Ja, ik moet zeggen, het is wel slim. Het is wel triest. Geld maar het triggert is wel slim. Iedereen. Ja, het is wel een slim iets. Ja, het is helemaal niet dom. Het is hartstikke slim. Ja, ja man, is goed. Het is wel slim. Wagenpark. Wagenpark, ik heb een BMW gekocht. Huh? Nieuw, tweedehands. Tweedehands. 4-4. Dat is, kan je gewoon op 1. Donder op. Juist, ja. Sven denkt, wat doe ik verkeerd? Nee, ja, die, nou ja, hij liegt niet. Hij heeft hem gekocht. Er is daarna wel iets mee gebeurd. Namelijk zo... Zo, oké. Okay. Ja, wel motion op, blijkbaar. Hij heeft een BMW gekocht. Nou, ik... Schrok je toen je het hoorde dat hij werd, nou ja, dat hij was opgepakt dus en waar hij van wordt verdacht? Ik denk dus dat het eigenlijk niet waar is. Uiteraard moet de rechter tijdelijk bepalen, maar hij zegt... Dat... Nou, als je 20 minuten wil ergeren, zou ik vooral dit fragment kijken van op 1. Ik ben er helemaal klaar mee. Mees, ik hoop dat je genoten van deze video. Misschien is een Toyota Aygo een beter idee. Ik hoop dat je het leuk vond. Mensen, laat een like achter. Abonneer mijn kanaal als je bij de volgende video. Doei! Ja, Koen maakt die video's ook wel leuk, man. Hij edit ze ook wel strak. Zeg je eerlijk. Even kijken, man. Jullie hadden deze, hè? Willen jullie deze?